Oefentoets, hoofdstuk 5, beweging. Nou, de eerste opdracht gaat over een lift. Die gaat naar de 10e verdieping. Vraag 1a. Wat voor beweging heeft de lift tijdens gebied 1, 2 en 3? 1b. Hoeveel afstand legt de lift de eerste 2 seconden af? 1c. Bepaal de grootte van de versnelling gedurende de eerste 2 seconden. En 1d. Bepaal hoe hoog de 10e verdieping ligt. Als je dat weet, kun je ook de gemiddelde snelheid uitrekenen in meter per seconde, maar ik wil hem vervolgens in kilometer per uur weten. 2a. De stuwkracht op de fietser is even groot als de wrijvingskrachten. Wat kun je zeggen over de snelheid? Bij B, de stuwkracht neemt toe met 20 newton, leg uit of de wrijvingskrachten dan ook toenemen. Bij C, leg uit wat voor een beweging er is als de wrijvingskracht groter is dan de stuwkracht. En bij D, naast de wrijvingskrachten van lucht en onder andere de tandwielen, is er nog een derde tegenwerkende kracht, welke? Dus je hebt luchtwrijving, wrijving en er is nog een tegenwerkende kracht, welke? 3. Een motorrijder heeft een snelheid van 72 km per uur en versnelt gedurende 4 seconden eenparig met 3 meter per seconde in het kwadraat. Bereken de snelheid na 4 seconden. 4a. Een docent trekt heel snel een vel papier onder een bekertje koffie weg. Leg uit waarom een bekertje blijft staan. Meestal. 4b. Vervolgens zit er minder koffie in het bekertje en trekt de docent wederom het vel eronder uit. Leg uit waarom het bekertje nu wel omvalt. Vraag 5. Een auto heeft een massa van 1000 kg en rijdt vooruit. A. Bereken de versnelling van de auto. En bij B. De auto gaat nu een onverharde weg op, waardoor de wrijving op de wielen met 300 newton toeneemt. Bereken opnieuw de versnelling. 6. Er wordt een auto aangereden door een trein. De massa is bekend, 1300 kg, en binnen 100ste seconde bereikt hij een snelheid vanuit stilstand naar 72 km per uur. Wat is de versnelling van die auto? En B. Bereken de resulterende kracht op de auto. 7. De remvertraging van een personenauto moet bij de keuring tenminste 5,2 meter per seconde in de kwadraat zijn. Een auto rijdt 100 km per uur en begint te remmen. Na 5,6 seconden komt de auto tot stilstand. Ga met een berekening na of de auto wordt goedgekeurd. Vraag 8a. Noem 3 zaken waar de reactietijd van afhangt. 8b. Hoe groot is de reactietijd van de bestuurder waar de grafiek van getekend is? Bereken de reactieafstand, de remweg en de stopafstand.